Angelique en Roy Besseling, je hebt wel een schat in de zak gekocht, hè? Nou ja, in het begin niet. Wij wilden het eerst gewoon restaureren. Dat is ook ons plan geweest. Maar bij de onderzoeken en berekeningen van onze constructeur kwam gewoon de conclusie dat het huis gewoon zeer slecht is en een bouwvallige staat is. En dat hebben we ook aangetoond bij de gemeente. We zijn ook in gesprek met ze geweest. Wethouder Broeders heeft aangegeven in maart vorig jaar een soortgelijk pand nieuw bouwen. Vervolgens werd er niet meer gereageerd op onze brieven, niet meer op onze op telefoontjes, helemaal op niets meer. Wij hebben inmiddels een hele stapel met rapporten en berekeningen laten maken door de constructeur. En omdat wij geen contact meer met de gemeente kregen en brieven kregen van nou ja, we zien uw restauratieplan tegemoet. Hadden we eigenlijk geen andere keuze, hebben de sloopvergunning aangevraagd. Want de constructie van de woning is zo slecht dat dit niet meer op mappen valt. En inmiddels lopen dat vanaf 17 juli en hebben wij een afwijzing gehad en bezwaar geschreven. En ook ons bezwaar is weer afgewezen. Graffiti is niet je beste kant, hè, geloof ik, als ik zo kijk naar bedankt gemeente Drechteland. Ja, nou ja, je moet wat verzinnen om een beetje in de aandacht te komen. En nou ja, hier ben we. Dit is het geworden, ja. Nou is het een gemeentemonument, maar als ik dan binnenkijk en aan de buitenkant, dan denk ik, jeetje, 20, 30 jaar geleden werd het gewoon als onbewoonde woning verklaard. Klopt. De gemeente Drechteland heeft zelf ook een constructierapport op laten stellen door WFO. En daar is dat duidelijk vermeld in dat deze hele hoofdconstructie van deze woning niet voldoet. En dat het geen woonfunctie mag hebben. En zij hebben even goed gewoon de stoopvergunning geweigerd. Dus wij staan daar echt helemaal verbaasd op van wat willen ze dan. En een restauratieplicht is er niet. Een herstelplicht is er ook niet. En een herbouwplicht is er ook niet. Dus wat wil de gemeente dan? Het huis wordt hier echt niet beter van. Het gaat alleen maar verder verpauperen. En en het zal jaren zo blijven staan. De gemeente zegt dat het eigenlijk onbewoonbaar is. Maar een ambtenaar die vecht dicht aan dat rapport. Klopt, die probeert zich nu te beroepen op de advies van de monumentencommissie. Die is negatief tegen sloop. Die zegt alles valt op te knappen. Ze verwijzen naar het pandje in Oosterleek. Maar dat is een rijksmonument ten eerste. Dit is maar een gemeentelijk monument. En dat pand dat heeft 7,5 ton gekost om op te knappen. En daarbij hebben ze 3,5 ton subsidie gekregen. Dus ja, en de gemeente Drechteland wil ons maar 3.500 euro geven per 5 jaar aan subsidie. De wethouder vertelde tegen ons dat hij toch een handreiking wilde doen. En hij wilde wel met jullie in gesprek. Maar krijgen jullie daar ook de gelegenheid voor? Ja, vorig jaar maart hebben we dus een gesprek gehad met de heer Broeders. Goed gesprek. Hij zegt, joh, hoe staan jullie er tegenover om de woning te slopen en eenzelfde pandje terug te bouwen? Nou, daar staan we positief tegenover. We hebben ook een schets laten maken naar de hand daarvan. En we zijn eigenlijk niet verder gekomen. Overhandigd aan de burgemeester tussentijds nog. Maar van de heer Broeders hebben we niks meer vernomen. En nou zegt hij, ik wil een handreiking geven. Wij hebben hem ettelijke keren gevraagd om in gesprek te komen en we hebben nul op request gehad. En nou tegen de media zeggen ze wel dat ze in gesprek willen. Dus hij zegt, jullie willen heel wat anders neerzetten. Nee, wij hebben een prachtige mooie schets gemaakt van de soortgelijke woning die hier nu staat. En die heb ik persoonlijk aan burgemeester Peil overhandigd. En die zou het doorgeven aan wethouder Broeders. Maar wij hebben vervolgens daar nooit meer wat op gehoord. En dat is augustus 2019 geweest. Is er al een archeologisch onderzoek gedaan of vonden ze het niet interessant? Er is een archeologisch onderzoek geweest. Ze hebben hier boringen gemaakt. Daar is een onderzoek geweest. Daar de rapport al gestuurd naar de gemeente oktober 2019. En ze hebben hier geen belang bij. Het is geen interessant object voor archeologie. Deze hele materie, hoeveel hebben jullie dat al gekost? We zijn nu ruim 20.000 euro al armer. En we zijn geen stap verder gekomen. Als ik naar binnen kijk, dan moet ik heel voorzichtig zijn. Want je zegt ook al tegen mij, je mag het betreden op eigen risico. Dan heeft het toch geen woonfunctie meer? Nee, dat is ook in het rapporten van de WFO, die in opdracht van de gemeente opgesteld. Daar staat ook bij dat er geen woonfunctie heeft. En het is compleet afgekeurd op alles. Op het dak, op verdiepingsvloer, begaande grondvloer, fundering, alles is compleet afgekeurd. Wat zijn nou de volgende stappen die jullie gaan doen? Nou ja, we wachten eerst misschien nog op reactie van de gemeente, dat die in gesprek willen. En anders gaan we gewoon verder met het verhaal. Met juridische stappen. En kijk, tussentijds, in augustus is vorig jaar ook een deel van de woning ingestort. En dat doet bij hun ook verder niks oprakelen, lijkt wel. Hij doet ook een beetje bagatelliserend over het feit over de storm van de afgelopen maanden. Dat hij enige schade heeft toegebracht. Hij zegt dat was daarvoor ook al.
Ja, het pand was natuurlijk niet in een goede staat. En ja, de storm heeft het nog erg... Van die windows in augustus vorig jaar. Die heeft de voorgevel eruit die is naar voren geklapt. En daar hebben wij maatregelen. We hebben een dwangsom gekregen. We hebben maatregelen moeten treffen, dicht moeten zetten. Het pand is compleet gestut en gestempeld. Want anders stort het gewoon compleet in. Dus heeft de gemeente alsnog geen monument meer. Jullie gaan een ander pand neerzetten. Maar het is ongeveer te vergelijken met dit pand. Ja, dat klopt. Wij hebben een mooie tekening laten maken. Die schets ligt bij de gemeente. En wij snappen niet waarom ze daar niet op ingaan. Gaan jullie dan ook nog de stenen gebruiken van dit pand? Nou ja, dat weten wij nog niet. De staat van de stenen is behoorlijk, dus de samenvoeging is behoorlijk vergruisd. En dat moet later, dat weten wij nog niet. Je zei ook, als je erin gaat, dan moet alles in staat blijven zoals het is. Maar dan kan je toch geen modern huishouden doen? Nee, dan zegt de gemeente gewoon, ja, u heeft een monument gekocht. Dus dat had u kunnen weten. Daar zijn rechten en plichten aan. Maar zij vergelijken het met een Rijksmonument. En bij een gemeentelijk monument, dat hoeft niet te betekenen dat het nooit niet gesloopt mag worden. Dat hangt van de vergunning af. En de gemeente moet gewoon in dit geval gewoon een vergunning aan verlenen. En dan kunnen wij gewoon verder met het verhaal. Roy, je komt zelf uit Venhuizen. Ja. Hem Venhuizen. Op de Hemmerbuurt 147 stond een notariswoning. Die is afgebroken. Ja. En dat hebben ze ook opnieuw opgebouwd. Daar heeft eigenlijk de gemeente verzuimd om op te treden in verband met dat het ook een enigszins een monument was. Misschien is dat voor jullie ook om dat met twee handen aan te grijpen, om dat te vergelijken met dit. Nou, er zijn heel veel objecten, want nu hebben ze de stolpboerderij ook allemaal aangeschreven. Die mogen ook niet gesloopt of gedaan worden. Dus ja... Het is niet helemaal reëel wat de gemeente op dit moment doet. Hoe hij met de burgers omgaat, weet je. Dat is in onze ogen. Hoor. Dat, Is er een overgrijven ambtenaar of zo aan de gang? Ik weet het niet. De desbetreffende ambtenaren zeggen dat je gewoon kan wonen in deze woning hier achter ons. Nou, jullie kunnen komen kijken, maar die kun je echt niet wonen. Hoor. Dus even... Nee, je kan hier kamperen. Ja, letterlijk en figuurlijk kramperen, denk ik. Ja. Oké, okay, wat verwachten jullie nou verder in de toekomst? Nou, wij hopen dat we medewerking krijgen. En dan gaat het niet goed, dan zal het kwaadschrift moeten we naar de rechter. Onder de bestuursrechter ons recht gaan halen, want dit kan eigenlijk niet. Deze woning is in 1997 aangeschreven tot gemeentelijk monument. En in 1997 staat op de inventarisatie dat het de bouwkundige staat al matig is. Dus de gemeente had ook moeten handhaven op dit pand en het pand in de gaten moeten halen. Want ze wisten dat de bouwkundige staat matig was. En daar praten we over 23 jaar geleden. Dus het heeft 21 jaar leeggestaan, dus je begrijpt wel dat het pand gewoon... compleet af is en een bouwval is geworden. Tot 2015 heeft er nog iemand gewoond. Hoe lang? In 2015 heeft die mevrouw het gekocht. En ik denk misschien een klein jaar, 9 maanden of zo, heeft ze hier gewoond. Dus voor de rest heeft het daarna weer leeggestaan. Als je dan een pand hebt, dan moet je dus de opstal moet je verzekeren. Kan dat hier? Klopt, je bent verplicht om een huis te verzekeren. Maar Unive heeft ons uit de opstalverzekering gegooid. Want een bouwval kunnen zij niet verzekeren. Dus wij hebben daarbij een derde probleem. En dat hebben wij ook aan de gemeente gemeld, maar die reageert daar ook niet op. Er is altijd wel, als je een geschil hebt met de gemeente, een ombudsman. De landelijke ombudsman. Hebben jullie die al aangeschreven? Ja, wij hebben inmiddels de raad ook al aangeschreven en de ombudsman is ook al aangeschreven. En straks gaan we naar bestuursrechter. Dus, en we hebben nu de media opgezocht, want dit is te gek voor woorden eigenlijk.